Het kostte burgemeester Lamers en kunstenaarschef Hendricks even wat moeite om het doek los te krijgen, maar ze onthulden op de hoek van de Zwaluwlaan en de Kaag een bijzonder beeld. Het bijzondere van dit beeld is wel dat het voortgekomen is uit een initiatief van de wijk. Hè. Er is een werkgroep geformeerd. Die heeft ruim 2,5 jaar geleden op een jaarvergadering gevraagd of ik hierover na wilde denken. En die zijn heel enthousiast aan het werk gegaan. Destijds was Marianne Vrijman voorzitter en daarmee is het begonnen. En er hebben zich al snel een heleboel mensen uit de wijk gemeld om een deel van de organisatie en het begeleiden daarvan voor hun rekening te nemen. In samenhang met de Stichting Mooi Werk, die als een soort bemiddelaar heeft gefungeerd naar de weer de adviescommissie Beeldende Kunst en de gemeente. En dat is allemaal zo ontzettend soepel verlopen, zowel in organisatorisch als in financieel-technische aspecten is dat echt heel mooi gegaan. Niet zoveel anders als wat verder in de techniek gebeurt. Hij smeert ergens verf op, hij maakt twee dingen aan elkaar, hij lijmt of hij last of hij timmert, plakt. Wat een groot verschil is wat een kunstenaar doet en in de rest van de technische wereld, is dat de kunstenaar heeft altijd de regie. En in de andere dingen worden gemaakt dat de techniek de regie heeft. En waar ik me sterk voor gemaakt heb, is als je voor een kunstenaar werkt, dat je de kunstenaar blijft volgen in zijn denken en dus de techniek daar voortdurend op aanpast. Ook al heb je het idee dat je eigenlijk volgens technische begrippen foute dingen doet, doe je dan het goede voor het beeld wat je aan het maken bent. De bol is gemaakt van kortenstaal. En de boom is gemaakt van brons. Het geheel zit geschoven op een roestvrij stalen kern die in de fundering verankerd is. En die loopt tot boven toe door. En ook de grootste belangrijkste tak is weer verbonden met die roestvrij stalen kern. En die takken die er bovenuit komen zijn van roestvrij staal. En de uil is weer van brons. Toen ik de opdracht kreeg om na te denken over dit beeld voor deze wijk, maak ik altijd wat ik noem een boodschappenlijstje. Dat is eigenlijk een soort woordenlijst van dingen die je opvallen. En dat begint bijvoorbeeld met de straatnamen. En als je die straatnamen achter elkaar zet, dan kom je tot de ontdekking, hey, dat zijn allemaal Hollandse polderlandschappen, Hollandse landschappen. En Rietkraag, Weide, Hooiland, Oever. En toen heb ik gezocht naar een metafoor, een zinnenbeeld, voor dat Hollandse polderland, wat het ooit geweest is, deze wijk, in de 70e jaren nog. En als je dus aan een Hollandse polder denkt, dan kom je al gauw op een knotwillig. Maar er was nog een bijkomende factor, want deze wijk die bestaat uit 8 clusters woningen, waar eigenlijk geen echt centrum is. Ze zijn zo min of meer tegen elkaar aangeplakt. Hè. Wonen in een park heette het in de 70e jaren. Veel groen, et cetera. Dus ik dacht, ik moet mezelf de opdracht stellen om een beeld te maken wat zich in de wijk verdeelt, verspreidt. En we hebben het geluk dat de bouwblokken hier hele grote kopgevels hebben, blinde kopgevels van baksteen. En een knotwillig, ja weet je, ja, daar worden takken van afgezaagd. Hè, van zo nu en dan. Dus ik dacht, nou, ik ga 7 takken in de wijk verspreiden. Eentje blijft er op de die 7 andere. Die komen verspreid in de wijk bij ieder cluster 1 op een kopwand. En op die tak zit een vogel die ook representatief is voor het type landschap waarnaar de straat is genoemd. Dus zojuist heeft burgemeester Lamers op de weide een van die takken onthuld. Want er zit er alleen op die kopgevels en daar zit op die tak een grutto die dus de weide vertegenwoordigt. En zo komen er dus naarmate de wijk in de komende tijd wordt opgehoogd, gaan we als een soort aftelsom. Iedere straat die klaar is, komt er dus op die kopgevel een tak met daarop de vogel die de naam en de wijk of de straat representeert. Grutto bij de weide, maar bijvoorbeeld de groene specht bij de bosrand, de lepelaar bij de oever, de roerdomp bij de rietkraag, de koekoek bij de koekoekslaan, dat kan helemaal niet missen.
En zo, Hoijland krijgt een buizerd. Of Laagland krijgt een buizerd. En dan heb ik nog een... wat heb ik nog meer? Een fazant. En nou ja, zo komen de 8 vogels wel. Vogels die passen bij de landschappen die in de naam van de wijken terugkomt. Ja. En waarom hier een uil? De ingang heet Kaag. En Kaag betekent in het Oud-Hollands buitendijksland. En ik vond die uil eigenlijk wel een mooi symbool. Tegelijkertijd ook als nachtwaker bij de ingang van de wijken. Je kunt er je bij voorstellen dat... Dat die uil die zit op die tak en die kijkt een beetje alert zo van wie komt daar in en wie gaat daar weg. En dat vond ik eigenlijk ook wel een hele leuke bijkomende gedachte.